Dag Mark Spelsel, wat leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Bone to be Wild, uitgegeven door 999 Games. Het is een spel voor 1 tot 7 spelers waar je ongeveer een uurtje mee zoet bent. En dit spel speelt in principe op dezelfde manier als Bonanza, met als uitzondering dat hier wilde bonen bij zitten die nieuwe acties gaan toevoegen aan het spel. Maar laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is gemaakt door Uwe Rosenberg en die kennen we onder andere van Agricola, De Glasstraat, Odin en meer. En wij krijgen de spelregels in het Nederlands en die zijn simpel opgezet met achterin nog wat varianten en wat uitleg. Verder krijgen wij deze actiekaart waarop de verschillende acties uitgelegd staan van de wilde bonen. We krijgen de handelskaarten, dat zijn deze kaartjes. En we krijgen natuurlijk een heleboel boontjes die we gaan verbouwen op de verschillende velden en waarmee we punten proberen te scoren. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Je schudt de bonenkaart in, geeft elke speler een hand van 5 kaarten. En in dit spel is het heel belangrijk dat de handvolgorde niet aangepast wordt. Oftewel, je mag ze niet gaan ordenen. Dit is je voorste kaart en dit is dan je achterste kaart. En die volgorde, daar moet je van afblijven. De resterende kaarten vormen gezamenlijk de trekstapel. We leggen de actiekaart binnen handbereik en we gaan iedereen een handelskaart geven. Wijs willekeurig een startspeler aan en de speler links van de startspeler krijgt handelskaart 1 en dan met de klok mee 2, 3 en 4. Het spel gaat door afhankelijk van de hoeveelheid spelers tot de trekstapel een x aantal keren leeg is. Bij 3 of 4 spelers dan gaan we gewoon deze stapel leegmaken. Dan wordt de huidige ronde afgemaakt zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest en dan gaan we naar de eindscore. Met meer spelers gaat de stapel meerdere keren geschud worden en gebruikt. Maar laten we maar eens een potje gaan spelen. Omdat Bone to be Wild voor het grootste gedeelte hetzelfde wordt gespeeld als Bonanza, ga ik hier even snel doorheen. Een ronde bestaat uit 4 fases. Als eerste is het spelen van nieuwe bonenkaarten. Elke speler heeft een aantal fictieve bonenvelden. Met 4 spelers heb je 3 velden waarop je bonen mag verbouwen. Je moet altijd de voorste kaart uit je hand op een van je bonenvelden plaatsen en de tweede kaart mag je ook op een bonenveld spelen. Op elk veld mag maar 1 soort boon liggen en als jij een boon moet spelen maar geen ruimte hebt, dan moet je oogsten. En oogsten betekent dat je alle bonen van 1 veld weghaalt en daar krijg je eventueel munten voor. Als je keuze hebt, moet je altijd een bonenveld pakken waar meerdere bonen op liggen. Enkel alleen als al jouw velden bij wijze van spreken 1 boon bevatten en dan zou je moeten plaatsen. Je hebt geen ruimte, dan mag je een veld opruimen waar maar 1 boon op staat, opgeplant is. Als je bonen oogst, ga je kijken naar de boonometer. In dit geval voor de yin-yang-boon. Als ik er 2 zou hebben, zouden die 1 munt waard zijn. Zou ik er 8 hebben, zijn ze 5 munten waard. Zo staat dat op de bonen vermeld. Maar dat is de eerste stap. Je bent verplicht de eerste kaart te spelen en daarna mag je de tweede kaart spelen. De tweede stap is het handelen en het weggeven. Bij het handelen gaat de speler die aan de beurt is de bovenste 3 kaarten van de stapel openleggen en daarvan mag die kaarten of zelf nemen en dan legt hij ze gewoon even apart en dan moet hij ze straks gaan plaatsen of hij mag ze gaan weggeven of handelen met andere spelers. Bij het handelen mag de actieve speler kaarten uit zijn hand erbij aanbieden. Hij kan bijvoorbeeld zeggen van joh, wie heeft interesse in die paardenboon? Daar wil ik nog een kaart bij doen. Heb je 2 paardenbonen? En als iemand zegt akkoord, dan mag hij een kaart uit zijn hand aan jou geven. Alles wat verhandeld wordt, leg je even apart. Om te voorkomen dat dat weer opnieuw gebruikt wordt in een handel. Want dat mag alleen maar gehandeld worden met kaarten uit je hand en de kaarten die hier liggen. Als je een aanbod maakt van kaarten uit je hand, hoef je niet aan de volgorde te houden. Maar als de ruil niet doorgaat, dus ik had bijvoorbeeld deze aangeboden, niemand wil hem. Dan gaat hij wel weer op dezelfde positie terug, zodat die volgorde niet veranderd wordt.
Laten we zeggen dat ik deze kaart, wat krijg ik zo meteen? Ik krijg zo meteen zo'n paardenboontje. Nou, deze zou ik wel willen hebben. En deze twee probeer ik weg te handelen. Lukt dat niet? Voordat deze stap afgelopen is, mag de actieve speler een van de bonen wegleggen. Nou, ik gooi bijvoorbeeld die weg. En dan moet je alle andere bonen die nog over zijn, moet je nemen. En die moet je gaan plaatsen. Nou, ik heb drie velden. Dus ik kan er effectief, kan ik ze niet allemaal plaatsen. Dat betekent dat ik iets moet oogsten. Nou, oogst ik die. En dan plaats ik de bonen die ik zojuist gekregen heb. Als ik met andere spelers geruild heb, dan gaan die ook de bonen die ze nu ontvangen hebben verbouwen. En dat is de derde stap. Dan gaan we naar de vierde en laatste stap. En die is een beetje anders. En dat is dat alle spelers trekken één kaart. En die voegen ze achteraan hun handkaarten toe. En dat doe ik dus niet alleen ik, maar dat doen alle spelers. Dus iedereen krijgt er op dit moment weer één kaart bij. En dan gaan we naar de volgende speler. Nou, en zo gaan we doorspelen tot deze stapel leeg is. Een speler mag op elk moment in het spel oogsten. Nou, oogsten wordt natuurlijk interessant als je meerdere bonen hebt van dezelfde soort. Oogsten wordt natuurlijk interessant als je meerdere bonen van dezelfde soort hebt. Want dan worden ze steeds meer munten waard. Als ik bijvoorbeeld nu mijn paardenbonen ga oogsten. Ik heb er drie. Dan ga ik naar mijn bonometer kijken en bij 3 betekent dat dat 1 munt waard is. Dan draai ik één van die bonen om naar de muntzijde. Die leg ik voor me neer. Dat is het geld wat ik heb. En de andere gaan gewoon naar de aflegstapel. En ik heb zo ook weer een bonenveld vrij. Dan gaan we nu kijken naar de wilde bonen. Wilde bonen zijn bonen met zo'n afbeelding. Die kan of hier aan de rechterkant staan of bovenaan. Zoals hier bij deze boon. Ik ga even stiekem mijn handvolgorde voor het voorbeeld veranderen. Wilde bonen hebben er dus een speciale eigenschap en dat staat hierop vermeld. Die eigenschap, die extra functie, die gaat niet af als ze zich in je hand bevinden of als ze in fase 2 hier opengedraaid worden. Echter, zodra een speler een boon met zo'n wilde boon met een actie plaatst in fase 1, dus vanuit je hand, of in fase 3, door het ruilen heb je bonen gekregen en dan gaan ze op je velden, dan wordt dat meteen van kracht. En dat symbool is ook van kracht zolang het zichtbaar is. Nou, er zijn allerlei verschillende acties, zoals hier heb ik een zwarte boon en die heeft deze actie. Bonen die je in fase 1 en 3 moet planten, mag je in plaats daarvan op de aflegstapel leggen. Dus in dit geval kan ik dus ervoor kiezen om te zeggen van nou, ik moet zometeen deze plaatsen. Oké, deze zou ik ook moeten plaatsen, wil ik niet die ook weg. Dus dat is een fijne eigenschap. Nou, zo heb je allemaal kleine bonusjes die je kunt doen. Het verschil tussen deze symbolen en deze symbolen is eigenlijk heel simpel. Dit symbool, dat kan afgedekt worden als daar later weer een zwarte boon bij komt. Dan verdwijnt dat symbool en verdwijnt die speciale eigenschap. Symbolen die bovenaan staan, die blijven altijd zichtbaar. Dus zolang ik dit veld niet oogst, met de gemene boon erop, blijft dit symbool zichtbaar en blijft die eigenschap van kracht. Nou, ik ga die eigenschappen niet allemaal langs, maar je hebt een aantal eigenschappen die in bepaalde fases afgaan. Fase 1, fase 3, fase 1, fase 4, etc. Daar staat er keurig bij vermeld. En je hebt een aantal bijzondere bonen die extra bonen waard zijn. Een ander element waar ik nog even kort op terug wil komen zijn de handelskaarten. Die zijn iets nieuws. In fase 3 begin je natuurlijk handelen met andere spelers. Maar misschien dat die speler een soort bonen wil hebben die er op dat moment niet ligt. Dan kun jij, als je je handelskaart hebt, die speler beloven de volgende keer dat jij aan de beurt bent, als er weer 3 kaarten open gaan, dat je hem bepaalde bonen belooft. Daarvoor kun je deze handelskaart gebruiken. En daarop staat dat je die speler 1 of 2 bonen beloofd hebt als herinnering. Dus ik heb bijvoorbeeld Googly Eyes beloofd dat ik hem de volgende beurt, dat ik 3 kaarten opleg, dat hij 2 bonen mag kiezen daaruit. Dus ik leg deze kaart naar hem toe om te aangeven, oké, ik heb daar jou 2 beloofd. Dus volgende keer als ik aan de beurt ben, mag je daar ook 2 gewoon hebben. Maar op die manier wordt Bone to be Wild gespeeld. Je krijgt dus bijzondere acties die je aan de ene kant open wil hebben, zodat je daar mee kan spelen. Maar aan de andere kant probeer je natuurlijk gewoon zoveel mogelijk bonen te verzamelen en dan de velden te oogsten als ze gunstig zijn.
Het spel is voorbij in mijn 4-speler voorbeeld. Als de stapel leeg is, ik was de startspeler, dus we zorgen ervoor dat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. Dan oogst je de velden die je nog hebt. En dan gaan we gewoon kijken naar de stapel munten die je verzameld hebt. En degene met de meeste bonentalers, zoals de munten genoemd worden, is de winnaar van Bone to be Wild. En zo wordt het spel gespeeld. Bonanza is een leuk en tegelijkertijd een gemeen spelletje waarbij de spelers lekker met elkaar gaan ruilen en handelen en daar probeert iedereen natuurlijk beter van te worden. Je gaat proberen aantrekkelijke deals voor jezelf te bemachtigen, je gaat bonen verbouwen die maximaal geld waard zijn en het liefst probeer je medespelers een hak te zetten als je de kans schoon ziet. Het mechanisme van dit spel, net als in het basisspel, is prima. Je hebt een vaste handvolgorde waar je natuurlijk aan kan zien wat er aan zit te komen en waar je probeert kaarten uit weg te ruilen zodat jij de beste hand hebt zodra je weer aan de beurt bent. En je moet een beetje geluk soms hebben met wat er in jouw handelsfase open komt te liggen. Maar daar kun je ook altijd weer andere mensen blij mee maken in de hoop dat jij er weer iets leuks voor terugkrijgt. Dus die mechanismes die werken prima. En wat ik leuk vind aan wat Bone to be Wild toevoegt zijn de wilde bonen. De bonen met de acties erop afgebeeld. Je bent aan de ene kant niet verplicht er gebruik van te maken. Je kunt het spel natuurlijk ook gewoon spelen als standaard Bonanza en de wilde bonen negeren. Maar het is een leuke toevoeging die net weer wat meer diepgang geeft. Als je aan het handelen bent, de open bonen, daar kan iedereen natuurlijk van zien of daar een wilde boon tussen zit. De bonen die je vanuit je hand aanbiedt, mag je nooit zeggen of dat een wilde boon is of niet. Dat moet geheim blijven of een verrassing. Dus dat is allemaal wel een tactisch elementje. Maar die speciale eigenschappen zijn super aantrekkelijk. Zoals wat ik jullie liet zien, het feit dat je in fase 1 en 3 ervoor mag kiezen om bonen niet verplicht te planten op je velden, maar gewoon weg kan gooien. Ja, dat kan soms echt wel heel erg veel helpen. Want mensen willen je nog wel eens rotzooi in je maag splitsen. En als jij net mooi bezig bent met een aantal velden, is het doodzonde als je die plots moet gaan oogsten. Dus die eigenschappen voegen absoluut een heel leuk element toe. En ze zijn niet complex, het zijn er in totaal 10 en de meeste spreken voor zich. Dus het is een goede toevoeging aan al een leuk spel. Daarnaast zit er in deze editie een 1- en 2-speler variant. Kun je ook eens een keer lekker mee aan de gang gaan. En dat maakt de Bone to be Wild tot een compleet setje. Waarbij je eigenlijk gewoon het standaard Bonanza spel hebt. En aan de andere kant een aantal varianten. Zodat je het uitdagender kan maken of met andere wisselende samenstellingen kan spelen. En dat alles maakt Bone to be Wild tot een prima spel wat voor mij ook 3 sterren. Spellenzolder.